Table Stars, de battle, oftewel het schooltafeltennistoernooi dat Tafeltennis Zwolle en Sportservice Zwolle jaarlijks organiseren, was dit jaar weer een groot succes. Met 25 teams, vorig jaar waren dat er 21, konden de Zwolse basisschoolleerlingen hun sportieve talenten afgelopen woensdagmiddag weer laten zien. Natuurlijk ligt de focus bij het winnen van het toernooi, maar fair play is eveneens zeer belangrijk. Op de derde plek eindigde de basisschool Mozaïek. De tweede plek werd ingevuld door de Vlieger. En de winnaars van dit toernooi zijn de basisschoolleerlingen van de Wendakker. Naast dat zij zich tafeltenniskampioen 2016 van Zwolle mogen noemen, krijgen ze ook de kans om landelijk kampioen te worden. De finale wordt op zondag 5 maart 2017 in het Landsteden Sportcentrum gehouden.